Welkom in deze nieuwe video van Bolstar. Ik zie dat het allemaal afgevallen is van de storm, denk ik. En als je ziet, denk dat van deze muur komt, denk ik. Denk ik, hè. Ik had wel eens gooien vallen, dus zondag was zeker de storm. Denk dat van deze muur komt, ik weet het ook niet, maar het ligt daar in één keer, dus vreemd, maar er is niemand gewond geraakt, voornaamste, hè. Dus die stukken zien we. Allee, maar wij gaan naar de fiets. Dus Tanja, een fan van ons, die altijd naar onze fiets kijkt, had gezien dat ik dus graag zo van een puzzelmat wilde voor Enzo. En zij verkocht die, dus ik heb die gekocht. En ik ga die nu ophalen in de pressshop. En ik ben echt wel eens benieuwd hoe dat die mat eruit ziet natuurlijk. Maar ik heb er al vertrouwen in toe, maar gewoon is mijn lettertjes of mijn diertjes. Dat bedoel ik dus. En ik wou hier graag een vlog over maken, omdat ik toch wel die persoon heel hard wil bedanken. Ik ga geen achternaam noemen, want dat is weer zijn privacy natuurlijk. Maar van ons. Dus nogmaals bedankt. En ze kunnen elkaar helpen natuurlijk. Dus ik ga nu eens gaan kijken in de pressshop. Dank u. Welke naam is het? Op Stil Pollard. Gaat even halen. Zo, dankjewel. Als je maar nog zelf bij hebt, de laatste. Dus dat heb ik gedoond. Dus nu wist je dan wat ik bestelde. Dus. Ik wil het eigenlijk afhalen. Ik weet eigenlijk niet of het op de fiets past of niet. Ik kan maar wachten. Dus dat wordt je grootste zeker. Dankjewel. Ik ben ondertussen thuis, het was een heel grote doos. Dus ik heb de doos al opengemaakt en ik ga het even laten zien. Er zitten allemaal matjes in. Puzzelmatjes, zou je dat noemen. Omdat je ze dus aan elkaar kan hangen. Dat is heel het alfabet, denk ik. Dus, daar ben ik echt heel blij mee. Dus, zo moet dat zijn. Met de fans helpen, wat de help op halt. Zo, dus dat ga ik gebruiken voor Enzo. Als hij ooit komt kruipen toch. Dat is voor de konijnen. Ja, dit heb ik zelf gekocht. Dit hier. Zo, dus dit wat er nog in zit, dat is mijn gsm. En dit zit er ook nog in. Dat is voor Enzo. En deze pafles. Kan leuk. En dan nog... dit, ook wel leuk, klein. En dit ook, is ook voor Enzo. Of voor als er een tweede komt of zo, ik weet dat nooit bij de kind niet. Dan kan het ook, ik weet niet wat er al een tweede komt, dus niet allemaal beginnen van, ah, is het er zwanger? Nee, niet dat ik weet, maar gewoon omdat ik dat zie staan, kan ik dat ook altijd wegleggen als dat moet voor de kleine komt. En dit is ook nog voor Enzo, dit zit er allemaal in eigenlijk. Dus dat is dan zo'n hele grote doos. In zo'n doos zat dat eigenlijk een heel grote. Dus ik had alles al eens in de fietsas gestoken, maar ik had toch sowieso in beeld. Omdat ik toch vond, ja, voor die persoon is dat natuurlijk ook wel leuk als hij in de vlog komt natuurlijk, want dat is wel belangrijk. Dus we zijn daar heel dankbaar voor. En we gaan zeker die matjes uitleggen. Ik zeg het, ofwel voor Enzo, sowieso. En ook voor de konijnen, want de konijnen kunnen er dan ook op gaan. En dat vind ik heel super, dus dankjewel. Met deze ga ik de video afsluiten. Dus vonden jullie het een leuke video? Zeker duim omhoog. Vergeet niet te abonneren. Ik weet de video's niet zo lang worden. Maar dat is omdat ik naar school ben geweest. En ik kan op school helaas niet filmen. En wat hebben we gedaan? We hebben het thema carnaval gedaan op school. En ja, en zo wat turnen en zo. Dat was allemaal heel beetje zo. Like wat we altijd doen op school. Dat is wat maar saai geworden zijn. Dus daarmee. Ja, mama die gaat ook nog niet meer buiten. Nog niet, dus die kon de camera ook niet meenemen. Want ja, die is nog altijd ziek. Dus ja, ik vind het natuurlijk niet veel te filmen, maar ik vond het wel belangrijk om met een aparte video te doen. Zodat toch die mevrouw kan zien van, kijk, dat is goed aankomen. En daar ben ik echt heel blij mee. Dus, vond je dit dus een leuke video, zeg het dan omhoog, vergeet niet te abonneren. En dan zien we elkaar weer terug in een goed nieuwe video. Sowieso morgen om 9 uur 's morgens.